Dag kijkers, van harte welkom bij De Notaris. Mensen staan er niet altijd bij stil, maar in een erfenis kunnen er niet alleen activa, maar ook passiva zitten, schulden dus. En dan heb je er misschien liever niets mee te maken. Ik vraag het graag eens aan notaris Anne-Sophie Willems. Kan jij eigenlijk, als er schulden zijn, of als je vermoedt dat er schulden zijn, de erfenis weigeren? Absoluut. Je hebt drie erfkeuzes. Je kan de nalatenschap zuiver aanvaarden. Je kan aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Of je verwerpt die gewoon. Nu, aanvaarden begrijpt iedereen. Maar wat is het verschil tussen een erfenis verwerpen enerzijds en dan die andere optie waarbij je onder voorrecht van boedelbeschrijving, dat is een beetje een moeilijke term. Ja. Dus als u een nalatenschap verwerpt, dan erft u niks. U betaalt geen erfbelasting, u staat niet in voor de schulden. Als u aanvaardt onder voorrecht van boedelbeschrijving, dan vraagt u aan de notaris om een inventaris te maken van het vermogen. En dan staat u wel in voor de erfbelasting. U staat ook in voor de schulden, maar geplafonneerd tot het actief van de overleden persoon. Dus het is niet de bedoeling dat je je eigen vermogen daarvoor aanspreekt. Dus je hoeft niet uit eigen zak te gaan betalen, dat is de veiligste oplossing? Wel, u kan ook soms keuzes uitoefenen zonder dat u het gaat beseffen. Dus bijvoorbeeld als u het huis leeghaalt of met de auto van de overledene gaat gaan rondrijden, dan wordt u geacht de nalatenschap stilzwijgend eigenlijk te hebben aanvaard. Dus let daar toch mee op. Als u twijfelt, ga zeker langs bij de notaris om dat samen te bespreken en te bekijken. Nu, als er geen sprake is van schulden, zijn er dan toch mensen die een erfenis willen weigeren, gewoon omdat ze er niets mee willen te maken hebben? Absoluut, je kan ook perfect weigeren om emotionele redenen. Maar soms is het ook anders ingegeven. Je kan perfect met de grootouders en de ouders en de kleinkinderen gaan beslissen dat de ouders de nalatenschap gaan verwerpen. De kinderen die treden dan in de plaats, dat noemt de fameuze generatiesprong. En zo wordt er eigenlijk één keer erfbelasting ontweken doordat het vermogen van de grootouders rechtstreeks naar de kinderen gaat. Maar die kinderen zijn misschien vaak nog minderjarig. Zij kunnen daar toch niet over mee beslissen? Nee, het is zo dat minderjarige kinderen onbekwaam zijn, uiteraard. Dus zij kunnen zelf geen handeling stellen. De wettelijke vertegenwoordiger, die doet dat dan in hun plaats. Meestal de ouder. Daarvoor heeft u altijd een machtiging nodig van de vrederechter. Waarom? Omdat de vrederechter dan de geplaatste persoon is om eigenlijk de samenstelling van de nalatenschap te bekijken en dan samen met de ouders of de andere persoon daarover te beslissen. Dus steeds met een machtiging. Ja. Dankjewel, notaris Anne-Sophie Willems. Zo, dat was het voor deze aflevering. Bedankt dat u er weer al bij was en graag tot ziens.